gewoon een paraplu gepakt, van mijn moeder gestolen deze. En die heb ik ervoor gehouden, een beetje met duct tape zitten werken om alles op zijn plek te houden. Op Zoom.nl kwamen we deze splashfoto tegen van Esmee. Duidelijk een heel actievol beeld, ook opgebouwd uit verschillende elementen. We vragen ons dus af, hoe maak je zo'n foto? Nou, we gaan bij Esmee langs om te kijken hoe ze dat heeft gedaan. Oeh, dit is zoet. Mierzoet, er zit niet eens suiker in. Kun je vertellen over de opbouw van de foto? Waar kijken we precies naar? Het zijn geloof ik een stuk of 7 foto's over elkaar heen. Losse foto's van koekjes. 2 of 3 koekjes zitten geloof ik, weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel ik eruit heb gepakt. Ja, ik heb geloof ik echt 6 of 7 verschillende koekjes gefotografeerd en uiteindelijk zijn er 2 of 3 ingekomen. Ik heb de splash heb ik in 2 foto's uit mijn hoofd geloof ik gemaakt en het koekje die zeg maar in de thee zelf zit. Mm-hmm. En dan ook nog gewoon een clean shot met alleen maar de thee, zonder dat er iets gebeurt. Een beetje mijn basis shot. Nou ja, laten we kijken, want je had een aantal dingen in huis. Je had een flitser, een camera. Hoe werkte dat samen? Hoe heb je dat gebruikt? Mijn flitser, dat is echt nog gewoon heel erg experimenteren geweest. Ik had hem toen ook net, denk ik, nog 1,5 maand of zo in huis. Dus ik heb hem gewoon een beetje aan de zijkant neergezet. Ik heb ergens online gelezen dat je het beste vanaf de zijkant je licht kan laten komen. Dus ik dacht, flitser aan de zijkant. Gewoon een paraplu gepakt, van mijn moeder gestolen deze. En die heb ik ervoor gehouden. Een beetje met duct tape zitten werken om alles op zijn plek te houden. Dus waar heb je die voor gehouden, die paraplu? Voor de flitser? Voor de flitser, ja. Zodat er een breder licht ontstond. Ja, en dat die ook wat zachter zou zijn. En dan eerst geloof ik om half volume van de flitser aangezet. En dan even kijken, is dit goed genoeg? Wordt het niet te wit? Wordt het niet te onderbelicht? En zo een beetje gewoon gaan puzzelen. Wat is nou de juiste flitsinstelling? Ja, ik ben begonnen met de foto van alleen het theekopje. Ik wist, dat wordt mijn achtergrond. En ik heb natuurlijk andere foto's waar ik het koekje nog vasthoud. Daar moet dan mijn hand uitgefotoshopt worden. Dus dan moet ik natuurlijk wel die blauwe achtergrond weer naar voren kunnen halen. Dus dat was mijn basisshot. Dus je werkt vanaf statief, zodat je dezelfde foto's hebt? Ja. En de splash, dat was ook nog even een dingetje. Daar moest ik dan natuurlijk het object waarmee ik de splash heb gemaakt, moest ik eruit halen. Ik heb uiteindelijk de dop van een thermosfles gepakt. Die was wat groter. Die is helaas wel grijs, dus dat was met het editen wel heel jammer. Dit is dus mijn basisfoto geweest, waar helemaal niks op gebeurt. Daar heb ik dan de foto waar het koekje in de thee komt overheen gedaan. En hier zat al mijn hand boven, want ik hou het koekje natuurlijk vast. Dus die heb ik hier uitgefotoshopt. Nou, er zitten ook weer heel wat lagen onder. Hier zie je een klein beetje al wat druppels aan de onderkant verschijnen. Dus die vond ik dan in deze foto het mooiste. Hier komen nog meer druppels bovenop. Wat meer druppels ook in de lucht hierboven. Nou, dit is dus echt, volgens mij, ik kan even de laag uitzetten. Ja, hier zie je dus ook dat ik hem erin laat vallen. Dus die heb ik echt eruit moeten halen. Ja, ik heb hier natuurlijk al een foto onder zitten. Dat is mijn basisfoto waar die achtergrond op zit. Dus wat ik hierop heb gedaan, ik heb hier een laagmasker overheen gegooid. En dan kan je gewoon met je brush tool, kan je met zwart en met wit, kan je dan iets weggummen. Ik ben hier gewoon overheen gegaan, geloof ik, met de brush tool. Dan ben ik zo mijn hand eruit gaan gummen. Uiteindelijk ben ik voor deze 2 losse koekjes nog bovenop gegaan. Dus het zijn meer dan 7 foto's zelfs. Ja. Het zijn een hele hoop foto's. Hoe lang ben je dan bezig om het allemaal zo samen te voegen? Ik ben hier geloof ik iets van 4 uur mee bezig geweest. En dat kwam dus vooral ook door die dop. Ja. Anders was het wel iets makkelijker geweest, denk ik. Maar omdat ik die dus helemaal daaruit moest gummen, ben ik er wel echt iets van 4 uur mee bezig geweest. Voor mensen die dit zien en zelf misschien ook zoiets willen proberen, wat zou je ze als tip meegeven? Ik zou denk ik zeggen, gewoon niet te moeilijk denken. Je hebt al genoeg apparatuur in huis, zonder dat je het zelf weet eigenlijk, om zo'n foto te kunnen maken. Ik heb ook met mijn paraplu gewoon ergens van zolder of bij mijn moeder thuis gejat. En dat is het enige wat je nodig hebt, de flitser, een paraplu en de camera. Dus niet te moeilijk denken. Bedankt voor het kijken van de video. Vond je het leerzaam? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet ook niet om te abonneren op ons kanaal. En doe daarbij ook het belletje aan, zodat je ook een notificatie krijgt als we een nieuwe video hebben.